overgave en vertrouwen. Twee belangrijke woorden die laten aan bod komen tijdens individuele sessies met mijn klanten. En veel zielen hebben diepe wonden wanneer dat komt met betrekking tot vertrouwen. Ook ik had die wonden. En hierdoor vervallen de meeste mensen in het angst vasthouden van relaties, destructieve gedragspatronen en overweldigende emoties. Wanneer je probeert op een of andere manier controle te houden, dan komt dit altijd voort vanuit het gebrek aan vertrouwen. Of het nu te weinig vertrouwen is in jezelf, of in anderen, of zelfs in het algemeen in het leven, het is belangrijk om te kijken waar de eerste keer is ontstaan. En daarom wil ik je eerst even meenemen in je kindertijd. Want de eerste personen waar we ons veilig geacht waren te voelen, waren onze ouders of de opvoeders waar we mee geconfronteerd werden. Dus als al van jongs af aan worden we aangewezen op volwassenen in de hoop dat ze het beste met ons voor hebben. En als pasgeboren ziel hebben we wel de wijsheid, maar ons fysieke lichaam is nog niet voldoende ontwikkeld, zodat we in staat kunnen zijn om voor onszelf te zorgen. En nu komt het. De volwassenen die ons moeten leiden en helpen tijdens het opgroeien, zijn zelf ook zielen met wonden en trauma's die nog niet volledig geheeld zijn. En dat maakt dat zij doen wat ze kunnen met de mogelijkheden die ze zelf hebben. En de een slaagt er al beter in dan de andere om ervoor te zorgen dat kinderen een warme en zorgzame plek krijgen. Zodat kinderen kunnen ontdekken en exploreren in een veilige omgeving. En hier komt het. Want je moet je veilig kunnen voelen om jezelf te uiten, om jezelf te zijn. En van zodra je ervaart als kind dat je niet volledig jezelf kan zijn, of dat er niemand is die je opvangt wanneer hij valt, vooral figuurlijk dan, dan gaan we onszelf opsluiten. Onze ware essentie verdwijnt meer en meer naar de achtergrond, terwijl onze maskers tevoorschijn komen. En naargelang de signalen die we krijgen van onze omgeving, gaan we sociaal aangepast gedrag vertonen. We leren hoe we ons moeten gedragen in de hoop om gezien te worden, in de hoop om liefde en aandacht te ontvangen. Naarmate we opgroeien, gaan we onszelf ook vereenzelvigen met de gecreëerde persoonlijkheid. Maar dat is verre van onze ware essentie. En het gaat zelfs zo ver dat we in geen enkele relatie onszelf zijn, maar telkens diegene proberen te zijn waarvan we onbewust voelen wat de ander van ons verlangt. En wanneer we dan merken dat ook dat niet de vervulling en de erkenning en de onvoorwaardelijke liefde brengt waar we zo diep naar verlangen, dan slaat de ontgoocheling natuurlijk opnieuw toe. Weer een bevestiging dat we zo goed mogelijk controle moeten proberen te houden op ons leven in plaats van te vertrouwen dat we goed zijn zoals dat we zijn. En overgave is op dit punt heel moeilijk, want dan geven we onze veilige plek op. Ook al is die veilige plek een illusie waar we niet onszelf kunnen zijn. Neem het voorbeeld van slaapproblemen bij kinderen. Als kind voelde ik me ook nooit veilig om te gaan slapen. Ik voelde allerlei energieën om me heen en wist eigenlijk niet wat dat betekende. Laat staan dat ik wist hoe ik ermee moest omgaan. Mijn kinderen kon ik leren wat het betekent en dat er niets iets is waar je bang over moet zijn. Maar toch bleven ze zich onveilig voelen. Toen ik afstemde op dat issue, begreep ik dat ze mij toonden dat wanneer je gaat slapen, je totaal geen controle meer hebt over je fysieke lichaam, over je fysieke leven. Je wordt opnieuw hulpeloos en afhankelijk van je omgeving. Dus als je daar geen vertrouwen in hebt, dan zal het heel moeilijk zijn om je veilig te voelen. En lange tijd vond ik het ook lastig om te gaan slapen, want in het donker kon ik veel beter al die energieën zien dan tijdens de dag, wat ervoor zorgde dat ik me opnieuw niet veilig voelde. Maar als ik zou slapen, dan zou ik geen controle meer hebben over mijn veiligheid. Dus, hoe meer ik vertrouwde in mezelf en dat ik veel krachtiger was dan alle energieën die er maar zouden opduiken of zijn, dat hielp me net om meer in overgave te zakken en te vertrouwen dat ik overal en altijd beschermd ben. En dat kan ik ook nu doortrekken in alles in mijn leven. Ongeacht wat er zich gebeurt, ik geef mijn kracht niet langer weg aan een bron die buiten mezelf is. Ik beslis zelf hoe ik mij ga voelen. En zo komen we tot een tweede belangrijk onderdeel wanneer het gaat over leren vertrouwen. Zolang jij iemand of iets buiten jezelf als groter, beter, machtiger, krachtiger, succesvoller ziet dan jezelf, dan ontkracht je hiermee ook jezelf. Je geeft je kracht weg aan een externe bron. Kijk maar eens hoeveel je dat eigenlijk nog doet in je leven. Je gelooft de media. Of je raadpleegt een dokter. Of je luistert naar je ouders over de oplossing voor een probleem. Of je vraagt raad aan een vriendin. Of vriend. Het zit hem echt in zoveel kleine dingen. Maar echter, alle antwoorden die goed zijn voor jouw hoogste goed en voor jouw welzijn, die zitten al in jou. En net door naar binnen te gaan en door aan jezelf te werken en te leren hoe dat je die antwoorden hoort,
zal je krachtiger in jezelf komen te staan. Het grootste deel van mijn werk is bevestiging geven aan mijn klanten dat ze het kunnen. Vertrouwen in hun talenten en gaven. Vertrouwen dat ze zullen slagen. Want doordat ik vertrouw en hen zie in hun, talenten en hun mogelijkheden, toon ik hen ook weer de weg, zodat ze het ook zelf kunnen doen. Eeuwen geleden werd onze soort, en dan bedoel ik de mens, geprogrammeerd via manipulatie van ons DNA, zodanig dat we slaafse bevelen zouden opvolgen van iets buiten onszelf. En hierdoor zijn we het gewoon dat we onze eigen kracht weggeven aan een externe bron. Maar dat is niet onze ware essentie. Deze manipulatie ligt aan de wortel van veel vertrouwensproblemen. Want we hebben geleerd dat de mening en visie van anderen waardevoller is dan onze eigen innerlijke leiding. En wanneer je meer en meer experimenteert hiermee en durft je eigen leiding te volgen en het op jouw manier gaat gaan doen, hoe meer je bewezen zal verzamelen dat dit de manier is die voor jou perfect werkt. Dus laat je ook niet tegenhouden door astrologie, door tarot, door boodschappen van lichtwerkers of wat dan ook. Want ook hier durft hetzelfde patroon te spelen. Wanneer jij gelooft wat een ander zegt, zal jij deze realiteit vormgeven enkel alleen omdat jij het gelooft. Niets meer, niets minder. Maar we hebben telkens de keuze om de tijdslijn en hiermee de realiteit te ervaren die we wensen. Dus wees je ervan bewust dat elke ziel door zijn eigen ascensie heen gaat. Dus ook alle tarotreaders, alle channelers, alle waarzeggers. En hierdoor kunnen ze enkele informatie channelen en doorgeven die afgestemd is op hun eigen bewustzijnsniveau. Dus op hun eigen referentiekader. En informatie die daar buiten valt, zullen zij niet kunnen herkennen, waardoor hij een belangrijk onderdeel van de puzzel misloopt. Dus ook hier, vertrouw op je eigen informatie. En ja, het is heel waardevol om met spirituele leraar en coaches samen te werken. Ik ben zelf ook één. Maar zorg dat je niet afhankelijk ervan wordt, in die zin dat je jouw kracht weggeeft. Voel. Resoneert het in je lichaam? Neem het dan mee in je groei. Voel je weerstand? Probeer het dan alsjeblieft niet in te passen. Of jezelf aan te passen. En ja, hier is een hele dunne lijn van toepassing. Want soms zijn we zo verstrikt geraakt in onze eigen beperking en overtuiging dat we weerstand voelen om die los te laten. Maar vertrouw dat als je jezelf vastzet door een overtuiging, dat er altijd wel iemand zal zijn die jou die spiegel zal voorhouden. Dus ook daar, vertrouw in de leiding van je hogere zelf en stem af op je ziel. En daar ligt je pad al uitgeschreven. Je hoeft enkel de aanwijzingen te volgen. Dus conclusie, heb je vertrouwensproblemen in je relatie of in het algemeen, kijk dan in eerste instantie wanneer dat de eerste keer is dat je ontgoocheld bent in het vertrouwen van anderen. Wanneer voelde jij niet veilig meer om jezelf te zijn? En waar toon jij jezelf nog niet volledig uit angst om veroordeeld of afgewezen te worden? En weet dan dat alle liefde van de wereld, of dat in de vorm van bevestiging, vertrouwen, erkenning, goedkeuring, respect of wat dan ook, dat die liefde er altijd is. Maar geef het eerst aan jezelf. Voel het in jezelf en dan zal ook dit weerspiegeld worden in de buitenwereld. In plaats van de angsten en de tekortkomingen waar je nu op gefocust bent. En dat is ook hetgeen wat ik doe. Jou en de wereld tonen dat liefde en relaties anders mogen verlopen. En de enige weg hiervoor is door aan je eigen schaduwen te werken. Door naar binnen te gaan. Door je emoties te leren begrijpen. Stem je af op je eigen bron, op je eigen kern en laat dan alles door je heen stromen. Vanuit die bron, vanuit die kern, vanuit die verbinding. En geef liefde aan wat er voorbij komt, aan dat wat je aandacht trekt. Ik zou zeggen, laat de inzichten van vandaag bezinken en maak dan de keuze over welk en hoe jij je leven wilt gaan leiden.